kaapjefeestje, recht nou en nou zeven kaapjefeestje, recht feestje, recht feestje, recht debi en samen jongens en vervelen, recht feestje, recht feestje, recht debi en samen jongens en vervelen, recht. Deze jonge fan heeft er overduidelijk zin in. Net als duizenden supporters die dit weekend naar Eindhoven kwamen voor de PSV-fandag. Bij sommige supporters zit de liefde voor de club in de familie. Anderen laten zien dat het wat betreft de clubvoorkeur soms beter is om naar je moeder te luisteren. Eigenlijk omdat mijn moeder ook voor PSV is. Je vader niet? Nee, die is voor Ajax. Oh, echt? En dan durf je voor PSV te zijn? Ja. Je komt uit Zwolle? Yep. En dan ben je nog steeds voor PSV? Ja. Hoe komt dat dan? Het is gewoon de beste ploeg. Ja. We zijn kampioen, we zijn de beste. Altijd al voor PSV geweest. Ze horen gewoon bij ons, hè. Ze zitten in ons hart. Is ze van thuis uit meegekregen? Zeker, mijn ouders en mijn neef en mijn oom zijn allemaal van PSV, echt heel erg. Spelletjes doen, een balletje trappen en natuurlijk de wedstrijd tegen Valencia. Er is genoeg te doen, maar één ding willen de fans natuurlijk het liefst. Hun voetbalhelden van dichtbij zien. Ja, ik wil de spelers heel graag zien. Wie is jouw favoriete speler? Luc de Jong. Luc de Jong? Waarom is dat? Hij is een hele goede kopper. Dan moet ik toch voor Noah Lang of Dest kiezen. Die PSV'ers gaan komend seizoen op jacht naar de tweede landstitel op rij. Als ze alle spelers houden die ze nu hebben, maken ze gewoon weer kans. Waarom denk je dat? Omdat ze een heel goed team hebben. Dat mag nog wel bij, vooral achterin. En dan heb ik alle vertrouwen dat het goed komt. Hij wordt gevolgd op PSV, dus hij is gescout. Oh, echt? Dus je bent wel een goede voetballer. Dus wie weet is hij of een van deze jonge voetballers wel de toekomstige Luc de Jong of Noah Lang.